Leon Groeneweg werd in 2008 dood aangetroffen in een ondiep gedeelte van het Brielse meer. Dit was net op het moment dat hij uit een jeugdbende wilde stappen. en de politie wilde spreken over de verdachte dood van een ander bendelid. Wie praat gaat eraan. En dat is in deze ook gebeurd. Geen ongeluk dus, volgens Marijke. maar moord. Dat er nu opnieuw naar het onderzoek van het Openbaar Ministerie wordt gekeken. is voor Marijke reden genoeg om te stoppen met de hongerstaking. maar echt tevreden zijn zij en haar man nog niet. Nu gaan ze met z'n allen nu om de tafel zitten. Uh, om zeg maar te kijken. Of er nog mogelijkerwijs uh, dingen zijn die ze over het hoofd hebben gezien. Zodat, omdat wij steeds blijven zeggen: het is een misdrijf. En het is niet zo dat ze nu uh, uh, zeg maar vooralsnog een onderzoek doen. Om als zijnde een misdrijf te kijken, van daar even doorpakken nu. En dat is wel wat jullie willen? En dat is wat we gewoon eigenlijk ook willen. En ook zo snel mogelijk. Nu nog als over een uur. Het leven van het gezin staat al jaren in het teken van wat zij zelf noemen: het zoeken naar de waarheid. Het vertrouwen in het Openbaar Ministerie in onze regio is in die jaren bijna geheel verdwenen. Daarom wil Marijke liever dat er een team van buiten de regio een geheel nieuw onderzoek doet. Maar voor nu neemt zij genoegen met wat het Openbaar Ministerie aanbiedt. Natuurlijk is uh, mijn, uh, mijn uh, helaas mijn gevoel. He, dat ik denk van ja, maar goed, eh, ik vertrouw er niet meer zo op. Maar goed, we, we respecteren wel eh, dat ze in ieder geval nu alsnog nog de moeite nemen.